Mijn kleine neefje August Green gaat vandaag aan de slag met tovenarij. Ik heb het filmpje wel gezien van laatst dat hij met mijn bloementoverkistje aan de slag is geweest. Dat mag helemaal niet. Sorry om Februs. Jij gaat vandaag aan de slag met de tovermunten in de kast. Ja, je pakt de sleutel en haalt de munten eruit. Kijken jullie mee? De munten uit de kast. Oké. Ja, maar ik krijg de kast niet op de sleutel. Hij past niet. Magique Theater. Twee munten. Je moet de kleur veranderen van de munten. Niet wit, niet zwart, maar allemaal mooie kleuren. Succes! Twee munten. De munten hebben een witte kant en een zwarte kant. Zwart en wit. Nou, welke kanten moet ik als eerste op elkaar leggen? Zwart of wit? Dat hoor ik nu niet goed. Ik leg de witte kanten eerst op elkaar. Witte kanten op elkaar. Magique Theatrum. En dan moet je blazen, jullie ook. En als het goed is, als ik het goed gedaan heb, oom Februs, en ik haal de munten van elkaar af, zijn ze niet meer wit, maar geel en rood. Het is gelukt, het is gelukt. Ik heb de munten om weten te toveren, van wit naar een kleur. Zal ik nu de zwarte kant, de zwarte kanten doen? Dan leg ik de zwarte kanten nu op elkaar. Magique Theatrum. En een blazen. Jullie ook. Goed. En als ik dan de kanten van elkaar afhaal. Zijn ze dan nog zwart? Nee, blauw en groen. Het is gelukt, het is gelukt. Ik heb de zwarte en witte munten om weten te toveren naar gekleurde munten. Heb ik het goed gedaan, oom? Dat was les 1 voor mij als tovenaar. Nou, ik heb al een beetje getoverd, maar in ieder geval met goedkeuring van oom Februs. Dit was het weer voor vandaag. Kijken jullie de volgende keer weer? Wacht eens even, August Green heeft nog een vraag. Hallo, daar ben ik nog even, want we zijn er niet klaar. Ik heb namelijk nog een vraag. Het gaat de hele tijd mis. Nou ja, zeg. Ja, sorry, sorry. Hallo, gegroet. Wie zit er aan de andere kant van mijn scherm? Hoi, ik ben Dunja. Mijn achternaam is Uit Appelkrim. Ik zit op OBS de Uitkijktoren. Mijn juffrouw is juf Milan. Hallo. Nou, ik heb een vraag. Wie zou je heel erg graag de groeten willen doen? Of iemand een dikke knuffel willen geven, omdat je die zo lang hebt moeten missen? Nou, mijn hele familie, mijn vrienden en vriendinnen, omdat ik niet meer met hun leuke dingen kan doen, knuffelen, spelen. En daarom wil ik ze graag een knuffel geven en dikke kussen. Dat is lief. Ja, dat vind ik heel erg aardig hoor. Nou, dank u wel. Dag August. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.